Goedemorgen lieve mensen, dit is Lumeria met het positieve bericht van 17 februari. Het is vandaag een 60-60. Dat betekent dat wij in de nieuwe cyclus komen van de 60 naar de 69. En dat houdt ook in dat wij in de zorg, in het gezin, financiële zorg, zorg over van alles komen. We hebben deze cyclus in de wassende maan. En even kijken wanneer de volmaan is. Die is op 28 februari. Dus wij zitten compleet deze hele cyclus in die wassende maan. Dus het kan ook zijn dat je met je ouders, je kinderen, je partner gesprekken gaat hebben. Hoe jij in de komende tijd... Het leven zal gaan leven. Misschien moet je met je kinderen om de tafel over school, wat ze willen en hoe ze dat zien. En dat er niet zoveel druk op hoeft te zitten, dat het ook volgend jaar wel mag. Als je gemiddeld de leeftijd van 80 jaar zou hebben, hè, dat je eigenlijk wel mag rekenen dat je 80, 90 wordt. Wat is dan op je 16e, 17e 1 jaar en nu inmiddels 2 jaar? Neem de tijd ervoor, want... En bespreek dit met jouw partner, met de kinderen, met mensen in je omgeving. Bespreek dat het leven nog hierna verder gaat. In de Tweede Wereldoorlog wisten mensen ook niet hoe lang het ging duren. En dat weten we nu ook niet. Wij hopen natuurlijk dat het heel snel afgelopen is. Maar daar kunnen wij niks van zeggen. Want wij hebben daar wel invloed op. Alleen wij weten nog niet of wij er al klaar voor zijn om die invloed te laten gelden. Daar moeten we als bevolking met z'n allen voor klaar zijn. Voor de tijd dat we zeggen, en nu is het voldoende geweest. Dat kunnen we alleen maar massaal met ons allemaal. Dat is echt vandaag ook wel zo'n dag waarover steeds meer gesproken gaat worden. En wat... ook in de media ook vandaag best wel naar voren kan komen dat het heel intensief besproken wordt. Femke Halsma zei vorige week al dat we niet alleen naar de ziekbedden moeten kijken, maar ook naar de mentale gezondheid van de mensen. Yes, denk ik dan. Goed zo. Die is aan het luisteren. Wat fijn. Ik hoop dat ze nu ook iets gaat doen. Dat is meestal niet zo. Goed, wij gaan deze week hebben wij de Gilded Referee kaarten van de Lenormand kaarten. En ik zal mooi trekken. De 8. Oh, Anubis. De 9 van Ruiten, de zwaarde 9 is dat. Soms moet je zo ontzettend dood zijn dat alleen het leven je kan redden. Dat is best wel zware kost. Ja. Klaske. Dit zijn toch positieve berichten? Ja. Maar daar kunnen jullie ook wat aan doen. Om deze berichten positief te houden. En wat vraag ik van jou? Ik vraag van jou om na te gaan hoe lang het voor jou nog mag duren voordat de gekkigheid in de maatschappij over is. Dat is een vraag die ik jou stel. Hoe ver moeten wij als samenleving gaan voordat je een grens stelt? Misschien ben je daar nog niet. Dat geeft helemaal niks. Maar dat is wel de energie van deze dag. Vooral met die wassende maan. Met de cijfercombinatie die we hebben. En ook deze Anubiskaart. Was het een andere kaart geweest? Een klavers of een andere... dan was het heel anders geweest. Maar deze kaart zegt mij dat je moet nadenken hoeveel zorgen je je nog moet maken over je toekomst. Of dat je er iets aan moet gaan doen. En vind dan ook de weg met heel veel medestanders, want je kan het niet alleen, om ervoor te zorgen dat wij naar een betere toekomst gaan. En lieve mensen, als je het dan even niet ziet zitten op zo'n dag, steek kaarsen voor jezelf aan.
Dat mag ook, hè. Je mag ook eventjes even een lekkere kop thee nemen, een kaars aansteken en zeggen, zo, vandaag mag ik gewoon even gelukkig zijn omdat ik een kopje thee drink. Zwart is de kleur die bij Anubis hoort. Zwart is de kleur die ook bij de dood hoort, maar wit ook. Zwart en wit. Men noemt het eigenlijk helemaal geen kleuren. Maar ze zijn wel belangrijk om die nuances aan te geven. Als je een beetje wit vermengt met zwart, wordt het grijs en dan wordt het al een stuk lichter. Maar soms kan zwart ook heel fijn zijn, zodat je heel neutraal kan zijn in jouw emoties en in jouw bevindingen. Dat is ook met wit zo. Alleen wit straalt die zuiverheid meer uit en zwart straalt meer de negativiteit uit. Hier zie je ook Anubis met het mooie oog en de ank. Soms heb je die zwarte energie ook even nodig om die wijsheid bij jezelf weer te ontdekken. Ik wens jullie een hele mooie dag. Blijf positief en je staat er niet alleen voor.